6 maart. De AEX zal na de forse daling van gisteren naar verwachting vlak tot licht lager openen. Bij opening zal de Amsterdamse beurs waarschijnlijk net boven de 200 punten grens blijven, maar later vandaag zal deze belangrijke steun waarschijnlijk nog wel getest worden. Beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die vanmiddag zullen worden gepubliceerd. We beginnen met enkele jaarcijfers. Fugro heeft in 2008 opnieuw een hogere omzet en winst geboekt. De netto-winstmarge liep daarbij op tot ruim 13%. De omzet in 2008 bedroeg 2,2 miljard, 19,5% meer dan in 2007. De netto-winst steeg met 31,1% tot 283 miljoen euro. Fugro stelt daarom een dividend voor van 1,5 euro per aandeel, 20% meer dan in 2007. Galapagos heeft haar financiële doelstelling gehaald in 2008. De omzet van de groep voor 2008 bedroeg 77 miljoen. Geheel volgens verwachting en ondanks een negatief wisselkoerseffect van 3 miljoen. Het nettoverlies van de groep verminderde met 33% tot 14,6 miljoen. Voor 2009 heeft Galapagos een inkomstenverwachting van 100 miljoen en een eindejaar kaspositie van 20 miljoen. Dan komen we bij nieuws over Fortis. De Belgische regering heeft BNP Paribas donderdag een nieuw voorstel gedaan over de overname van onderdelen van Fortis. Vannacht hebben de partijen opnieuw onderhandeld. De Belgische premier Herman Van Rompuy zei gisteravond dat er nog kans was op een akkoord. De onderhandelingen zullen doorgaan tot vrijdag middernacht. Als er geen akkoord wordt bereikt, dan is een stand-alone scenario ogenschijnlijk nog de enige mogelijkheid voor Fortis. Werknemers van ING krijgen toch een bonus. De bonussen zijn omstreden omdat de bank in zwaar weer verkeert. Ondanks dit wil ING naar verluid voor bijna 1 miljard euro aan bonussen uitkeren aan haar werknemers. Dit terwijl met de Nederlandse overheid was afgesproken dat er alleen een kapitaalinjectie kwam als onder meer de bonussen werden geschrapt. Dan kijken we tot slot nog even naar de buitenlandse beurzen. De Dow Jones sloot gisteren 4,1% lager op 6.594 punten. Ook de S&P en de Nasdaq sloten fors lager, waarbij de S&P onder de 700 punten grens dook. Vooral General Motors zorgde voor veel onrust onder beleggers. De autofabrikant twijfelt nog steeds of het in de huidige vorm kan blijven voortbestaan. Het negatieve sentiment in Amerika had ook invloed op de Aziatische beurzen. De Japanse Nikkei-index sloot 3,5% lager op 7.173 punten. Dit was de beursjournaal voor vandaag. Een prettig weekend.